wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Zeg het nou maar gewoon. Jullie hebben gewoon liggen seksen. En jullie hebben helemaal geen woord met elkaar gewisseld. Dat is helemaal niet waar. Ik heb het hem wel gezegd. Want nu is het gewoon klaar. Je moet me gewoon met rust laten. Voordat ik het wist. Ik weet niet wat er mis met me is. Anton is een hele starre, bekrompen man. Die gaat heus niet zomaar bijdraaien. Nee, en daar zit je denkfout. Je bent homo. Ik wil dat je gelukkig wordt, jongen. Jouw acceptatie helpt. Wat? Het was een goed gesprek. Ik geloof je echt. Maar is dat wel genoeg? Het is goed. Hey, we gaan je spullen halen. Dan gaan we naar huis. Pap, maar... Jongen, ik wil maar één ding. En dat is dat je naar huis komt. Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden. Soms geluk en soms verdriet. Oh, alsjeblieft. Sorry. Ik zat op Anton te wachten. Hij is met Edwin praten. Sorry, het kan echt niet. De klant zit al een kwartier op je te wachten. Ja, ik weet het. Ik ga naar naartoe. Kenny wil me spreken. Spreken? Oh, zo noemen jullie dat tegenwoordig. Hij voelt zich er net zo rot over als ik. Nou, dan ga je toch niet? We moeten toch praten? Nee, helemaal niet. Jullie moeten bij elkaar te buurt blijven. Het gekke is dat Rick en ik het ook veel leuk. Hey, Rick. Hey. 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 Nou, ik ben net aan het vertellen dat wij het veel fijner hebben samen. Ja, alleen jammer dat we elkaar zo weinig zien. Ja. Ja, vanavond gaat het ook al niet lukken, want ik heb een dinertje met Lorena staan. Oh. Ik kan net een ritje op en neer naar Groningen overnemen. En ik wil juist vragen of jij zelf Valentijn kan ophalen. Kunnen jullie dat niet naar morgen verzetten, dat etentje? Oh, nou ja, wat mij betreft wel, hoor. Ik vraag Rikkie wel om Valentijn op te halen. Het gaat niet zo goed tussen haar en Jack. Dus ik vind het fijn om er nu even voor te zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Fijne avond. Ja. Nou, sterkte. Jij ging toch niet naar Danny? Het moet. Dit wordt één groot drama. Doe het nou niet. Het is al de derde keer in één minuut dat jij je mobiel checkt. Ja, ik verwacht een berichtje van de auto over een klus. Oh. Ja, dat is niet bijzonder hoor. Gewoon een verbouwing, maar het is nog niet helemaal zeker of die doorgaat. Oh, waarom is het heel belangrijk dan? Zit je in geldnood? Ja, wie niet. Maar goed, hoe is het met jou, mijn favoriete nichtje? Hm? Vertel. Short heeft me gezoend. Ineens. Uit het niets. Totaal onverwachts. Oké. Okay. Dat is niet leuk. Want wij zijn vrienden en dat heb ik heel duidelijk tegen hem gezegd. Hij zegt dat het een 1 april grap is. Maar dat geloof ik dus niet. Heb je teruggezoend? Tuurlijk niet. Maar vond je het leuk? Nee. Waarom zeg je zoiets? Ja, je komt bij hem thuis, jullie gaan samen stappen, jullie maken muziek met z'n tweeën. Misschien is het heel erg gek dat hij denkt dat er misschien dus wat meer is. Dus je wil zeggen dat ik het uitlok? Nee. Ik zeg alleen dat jij misschien meer voor hem voelt dan je zelf denkt. Of wil toegeven. Zijn ze nou nog niet terug? Nog steeds niet? Doe nou eens rustig. Ja, lieverd, ik ga me nu toch echt enorme zorgen maken. Anton gaat echt zijn eigen zoon niet in elkaar slaan. Ja, hou nou eens op. Als jij zo doet, dan begin ik mezelf ook op te fokken. Ben je oké? Okay? Hey. Ja. Sorry, ik heb mijn sleutel gebruikt. Daar heb je hem toch ook voor gekregen? En ik heb hem niet meer nodig. Ja. Dank je wel.
We hebben gepraat en... Ja. En ik... Ik zie in dat ik fout zat. Edwin is wie die is. Lucas ook. En dat jullie verliefd zijn. En... Nou ja. Het spijt me... heel erg voor... Nou, voor alles eigenlijk. Als u bereid bent om een nieuwe start te maken... dan ben ik dat ook. Je gelooft nu dat Edwin homo is. Dat hij van Lucas houdt. Dat zeg je. En wat vind je er nou werkelijk van? Hou Valentijn op. Ga lekker koken en wacht tot Rick terug is. Rick, de man van wie je houdt. Ik moet met Danny praten en nu kan het. Ja, die gesprekken van jullie lopen tegenwoordig op heel iets anders uit, hè? Hallo. Dus ben hem op. Wie was degene die me zei dat ik moest ontdekken wat ik voel? Nou, dat heb je toch gedaan? Je weet dat het spannend seks is met Danny, maar je weet dat je van Rick houdt. Dus kappen met Danny. Het vervelende is gewoon dat nu Danny er is, het met Rick ook veel fijner is. Ja, jullie hadden een impuls nodig en dat heb je nu gehad. Ja, je moet het helemaal zelf weten, hoor. Maar straks raak je alles kwijt. Is dat het je waard? Als dit uitkomt, Charlie, en dit gaat sowieso uitkomen, dan... Nou goed, dat weet je zelf ook wel. Sorry. Ik wil Rick helemaal niet kwetsen. Nou, ga dan niet. Neem het van mij aan. Lorena, de ervaringsdeskundige. En stel nu dat Danny er ook mee wil stoppen, dan is het hele probleem meteen opgelost. Ik ga gewoon de allerlaatste keer naar hem toe om het hem uit te leggen. Wij hem thuis, dan ziet niemand ons en jij gaat me helpen. Is mijn moeder er? Bianca! Ja? Sjoerd! Hey, lieverd. Hey. Er is nog steeds niemand thuis. Nog steeds niet? Nee. Wanneer kom jij naar huis? Al een uurtje. Kijk. Breng dit gewoon even naar Ricky. Het zijn allemaal proefjes, vindt ze vast heel leuk. Ricky, ja, die ziet me aankomen. Ik heb het een klein beetje verpest, denk ik. Ricky, kom op. Als je me niet gelooft, hoef ik ook niet met je te eten. Kom op, laat het me even uitleggen. Waarom zeg je dan zoiets? Ga even zitten, dan leg ik het uit. Het enige wat ik wil zeggen is dat gevoelens soms met je aan de haal kunnen gaan. De jouwe misschien. Oké, stel nou dat je wel iets voor Sjoerd kan voelen, dan betekent dat helemaal niet dat je niet ook van Sil kan houden. Ik hou alleen van Sil. En Sjoerd laat jou volkomen koud. Ja. En als je hem nu nooit meer zou zien, dan zou je dat helemaal niet erg vinden. Dat is flauw, want van vrienden kun je ook houden. En als Sil er dan niet zou zijn? Hij is er wel. En jij zei zelf dat ik hem trouw moest blijven. En dat vond je echt de liefde, zei je. En dat vind ik nog steeds. Het enige dat ik zeg is dat situaties soms kunnen veranderen. Toen ik met Iris was, toen was zij voor mij de ware. De enige. Maar goed, na haar dood ben ik er wel achter gekomen dat er... meer vrouwen bij mij kunnen passen. Je bent anders nog steeds alleen. Nou, van Charlie. Of ik Valentijn kan ophalen. Nou, dat wil ik wel. Tenminste, een goede reden om niet met jou te hoeven eten, hè? Ja, het is Nout. Dat ik moet komen werken. Nou, dat is dan ook toevallig. Ricky, wees nog niet zo streng voor jezelf, oké? Ik bedoel, jij mag het zelf leuk hebben met Sjoerd. Zo leuk als je het zelf maar wil. Moedig jij nou aan om vreemd te gaan? Oh, nee, ik zeg... Zo klonk het anders wel. Jij vond ook anders dat ik het uit moest maken met Sil. Nu niet meer. Oh, nu niet meer omdat Danny zich ermee bemoeit zeker? Het gaat jou helemaal niet om mij. Ik snap inderdaad niet waarom je juist door hem laat adviseren. Heb je nou je zin? Hij heeft zijn excuses aangeboden. Het is goed nu. Excuses lijken me nauwelijks genoeg. Wat wil je dan nog meer? Ik wil zeker weten dat mijn zoon veilig is als hij bij jullie over de vloer komt. Ach, alsjeblieft, zeg, overdrijf niet zo. Ik ben toch geen gevaarlijke gek die... En trouwens, waar bemoei je je weer mee? Je hebt hem in elkaar geslagen. Dit is iets tussen mijn zoon en mij en daar heb jij niets mee te maken. Dat lijkt me niet, hè? Want jouw zoon woont bij mij. Of moet ik zeggen, hij is ondergedoken. Jij mag hier echt zo lang blijven als je wil, hè? Mam. Wij lossen dit thuis op. Oh,
dacht dat het al opgelost dat was. Dat is het ook. Ik ga mijn spullen pakken. Edwin? Heeft jouw vader echt gezegd dat hij jouw homoseksualiteit accepteert? Dat het hem niet uitmaakt of jij homo of hetero bent? Dat hij nog steeds evenveel van je houdt? Janine, bedankt voor al je goede zorgen. En dank voor het feit dat hij hier mocht logeren, maar het is klaar. Nu gaat met mij mee naar huis. En ik zou het heel fijn vinden als jij je nergens meer mee bemoeit. Ga mee, Edwin. Doe wat goed voelt. Ga jij maar alvast. Dan kom ik wel na het eten. Kan ik even rustig afscheid nemen. Anders ga je mee. Dat is een grapje, hè? Neem ik aan. Eigenlijk niet. Denk je niet dat je je vader daar een beetje mee overvalt? Dan wendt hij er toch meteen aan. Sommige mensen kunnen maar beter heel langzaam aan dingen wennen. Je hebt gelijk. Dan kom je morgen. Ga jij wel met je vader praten? We zien wel hoe het loopt. Het lijkt me niet voldoende. Als hij het nou toch niet echt accepteert, dan blijven zijn gevoelens negatief en voor hetzelfde geld hij doet zijn precies best. Hetzelfde. Mijn moeder heeft wel een punt. Ja, maar wat verwachten jullie nou? Dat hij van de een op de andere seconde staat te springen dat ik gay ben? Natuurlijk niet. Hij heeft het er moeilijk mee en dat mag ook best. Maar het komt goed. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Eindelijk zeg ik vrek van de hormoon. Is papa er nog steeds niet? Nee, die is er nog steeds niet. Ik ga er naartoe, naar Sander. Ze hebben allebei hun mobiele telefoon uit. Ik hou het gewoon niet meer uit. Hier. Gaat het met jou wel een beetje? Ja. Ja? Wil je praten? Nee. Ga maar. Nou, neem wat te eten, ja? Ik heb een bord. Hij komt na het eten naar huis. Echt? En hoe lang blijft hij dan? We hebben gepraat en hij heeft me overtuigd. Waarvan? Ja, dat het waar is. Dat hij homo is? Ja, kan ik niet langer omheen. En? Wat? Ja, voelt het goed? Voelt het goed? Je lijkt die man van het COC wel. Sjoerd, ik zag Ricky nog fietsen. Wordt het niet tijd dat je er eens brommeles gaat geven? Ja, zeker. Hey, voetbal begint zo. Biertje erbij? Ja, biertje. Je broer is bezorgd dat je niet goed genoeg eet. Dus, tadadadam. Kom Jack zelf ook? Ah, nee, die moet overwerken. Pak jij even wat borden? Hè? Eentje voor jou en eentje voor mij. Oh, jij komt te eten? Ja. Met mij? Ja, we zijn toch schoonzussen? Ik heb altijd al een zusje willen hebben. Ja. Nou, weet je dat? Daar heb ik op de boot anders niks van gemerkt. En dat was fout. Kom, we gaan eten. Wat is er met jou aan de hand? Hoezo? Laat maar.